Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario 3D Land. In de vorige aflevering zijn we eigenlijk hier gestrand bij dit level. We hebben wel alle coins al gehaald, maar we zijn nog steeds bezig met het behalen van de gouden vlag. Want dat ging de vorige keer niet helemaal goed en ook heeft me dat veel stress opgeleverd. Rage wil ik niet zeggen, want het was wel tijd om de aflevering te beëindigen. Maar het was geen leuke aflevering, zeker niet aan het einde. Het is in ieder geval gewoon tijd om te gaan kijken of we het nu wel kunnen halen. Nu we zo'n cool, kut beestje hebben. Nice. Het gaat tot nu toe nog goed. Zo. Oké. We zijn nog steeds levend. Kut. Nee. Nu wordt het weer echt een stuk moeilijker. Zo. Oké, wel even nog. Waarom is dit zo'n verlept kut level? We still alive. Oké. Oké, wel even nog. Oké. Nice, oké, we zijn eindelijk af van dit kut level. Nu kunnen we eindelijk zien wat het volgende level ons gaat brengen. Woep woep. We gaan door naar het volgende level. We kijken hoe ze dit level moeilijk hebben gemaakt. Toch altijd even kijken hè, of dat niet een of andere coin is die we willen hebben. Oké, wacht. Oeh, dat is zeer nice. Vooral even kijken of er niet ergens secret tunnels in zitten, want we moeten van die coins halen. Okay, rood, blauw, groen, geel, blauw. Oké, dat is de eerste, dat is allemaal goed nieuws. Gaat nog steeds goed. Still going strong, zeggen ze dan altijd. Nice. Hey. Zo'n tweede coin. Altijd fijn. Er is daar iets. Apart. We blijven wel gewoon doorgaan. We gaan kijken of we. Of we de derde coin hier tegenkomen. De derde coin komen we hier inderdaad tegen. Dat ging bijna fout. Oeh, ik wou zeggen, ga ik er nou overheen? Gelukkig niet, ding. Ability. Wauw.
Eindelijk weer eens een level in één keer gehaald. En we gaan nu door met een zo'n ding in de back. Dat is van, een 30 seconden level. Oh, what the fuck gebeurde daar? Oké. Niet erg. Nou ja, buiten dat we niet zo heel veel... Kut, niet zo heel veel tijd hebben. Ik vraag me af wat er hier is, want... Ah, zie je? Dat is er hier dus. Ik heb tijd nodig, ja, dankjewel. Oh, dit wordt hem niet, want ik heb geen tijdvakje. Oh, oké, ja, hier komt een tijdvakje, ja. Oh, dit gaat niet goed. Oh. Oké. We moeten snel zijn. Oh nee. Oké, we hebben nog 10 seconden extra kunnen fixen. Hier kunnen we nog 10 seconden extra fixen. Dan moeten we zo'n blaadje pakken. Oh, gehaald. Oh, dit is een moeilijk level. Een piriri. Oké, nice, nice. Gehaald, gehaald. Nice. We hebben hem helemaal gecomplete. Next level. Next level games. Yo, dit level. Kut. Oh, nee. Oké. Ik voelde daar boven iets is, maar ja. Kut. We hebben de eerste coin in ieder geval gefixt. Hoe moet ik die in godsnaam pakken? Oh, zo. Was een stuk moeilijker dan ik dacht. Kut. Oké, nice, overleefd. Okay. Juist, daar hoopte ik op. Oeh, deze is ook interessant. Ja, daar was ik er bang voor. Oeps. Kut. Oh. Oh ja, dit was wel positief. Dat er hier iets van een... Van een ding zit, dat is wel fijn. Auw. Fuck.
Oké, okay, nice. Lekker, Milan. Lekker geskilled. Ik denk dat ik die nodig heb, maar het zou zonde zijn als ik die hierdoor nu verlies. Kut. Ja, zie je, daar was ik bang voor. Kom op. Ja, nice. Oké. Okay. Kijk, echt al een hoop levels gehaald zo in die eerste 10 minuten van deze aflevering. Oeh, dit is volgens mij tegen die Cosmix, of niet? Die level kan ik me nog wel herinneren. Oh, niet tegen de Cosmix. Oh, dat dacht ik. Ja, ze zijn sneller, deze... Oeh, die wil ik niet. Ik dacht dat er hierboven misschien iets zou zijn. Maar dat is helaas niet zo. Oké. Okay. Au. Ook al geen coin hier? Hier zit wel een coin. Dat is de tweede, zie je, we hebben een coin gemist. Kut. Mag ik weten waar die ene coin is? Kunnen we terug? We kunnen terug, oké. Okay. Oh, hier zit de coin. Kut. Kut. Oh, dan moeten we elke keer terug voor die kut coin. Ik ben benieuwd of ik de jump vanaf hier kan halen. Oh, dat was niet mijn bedoeling. Kut. We hebben zat levens, dus we hoeven dit niet precies snel te doen. Kut. Ja, nice. Kut, vergeet iets. Oh, dit is kut. Eigenlijk moet ik dit level helemaal opnieuw doen. Zodat ik die... Oh. Zodat ik die coin, zeg maar, kan saven. Dat ik dat niet elke keer opnieuw hoef te doen. Mm-hmm.
gaat ook goed. Good. Ja. Good, ga dood. Oh, dit level is echt moeilijk. We moeten nog eens bedenken dat we ook nog eens de vlag moeten halen. Fuck. Het is met deze controller zo moeilijk om een schuine jump te maken, omdat hij gaat of rechtdoor of naar rechts, zeg maar. Dat zie je ook heel duidelijk in de sprong, dat is wel irritant. Maar ja, we moeten toch die coin hebben, dus we moeten toch op een of andere manier zo'n schuine jump maken. Zie je wat ik bedoel? Hij gaat zo. Kijk. Hij sprong niet. Ik was zo ver. Oh. Zo. Hij sprong weer niet. Ik druk toch op A. We doen nu de speedrun tactics. Nog een keer proberen. Vermoeiend. Kut. Vermoeiend. Haat dit spel. Vandaar dat dit level nog zo in mijn geheugen zit. Omdat ik wist dat het een moeilijk level zou zijn. Oh, nou dat gaat echt top dit.
Ik denk dat we de volgende aflevering verder gaan. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En zie ik je graag de volgende keer weer. Adios amigos. Oh, moment. Adios amigos.